paas had tot een rampzalig doelpunt kunnen leiden. Goeie steekbal, hoog gespeeld. Op tijd voor die bal. Schot. Een fantastisch doel. Daar gaan we even voor staan. Even klappen. Wat is echt een geweldige goal. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Wat een zinderend. Veel ruimte op de flank. Dit kan maar. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Die bal verdwijnt in het net. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Die doelman moet opletten. Wat gaat hij nu doen? De doelman met een redding. Neemt die bal uitstekend aan onder moeilijke omstandigheden. Slordig met het balbezit. De bal gaat over de flank. Die doelman moet opletten. Is dat de gelijkmaker? Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Ah, dat is ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan nog alle kanten op, hè. Wat een prestatie dat ze als underdog toch weer terug weten te komen. Een uitgekiende steekpaas. Nou, wat kan hij hiermee? Boom! Koekoek, wat een doelpunt! Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien. Die grijns op zijn gezicht. Steek die bal maar door. Dit kan maar eens een kans opleveren. Silva! Goeiedag zeg. Meteen alweer een doelpunt. Benaglio. Veel ruimte op de flank. Dit kan maar. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Die bal verdwijnt in het net. Doelpunt nummer 3 van hem. En dan noemen we dat een hat-trick. Een uitgekiende steekpaas. Te lang. Het spel gaat verder. En met die duik kan hij erbij. Doelpunt met een hoofd. Toen die voorzet kwam, moest en zou hij erbij komen. En dit is de beste manier daarvoor. Prachtige kopbal. Ja, veel spelers zouden het met de voet proberen, maar hij niet. De naast, oh, die zat erbij. Wat gaat hij hiermee doen? Gevaarlijke steekbal. Zo. Kans om te scoren. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Schieten. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen.